Hallo iedereen, welkom bij RDX Cars. Mijn naam is Willem en vandaag zijn we bij Lamborghini in Brussel om naar een paar zeer mooie wagens te komen kijken. Natuurlijk, omdat ja, nog niemand kent me, nog niemand volgt me, had ze liefst niet dat ik binnen een kleine video schoot rond de wagens. Ik snap dat, in verband met klanten en zo. Dus zit er maar één ding op en moeten jullie mij allemaal massaal gaan volgen. Dat ik wel binnen kan, want ik weet niet of jullie het zien. Achter mij binnen staat er een heel mooie Lamborghini Huracan STO op mij te wachten om een kleine video rond te schieten. Maar vandaag zou het moeten doen met, zeker ook niet slecht, deze Lamborghini Huracan Evo. Het is geen gewone Evo, het is ook nog een Evo met de fluocapsule. Zoals jullie zien, een zeer felle buitenkleur. Het is een soort van speciaal pakket dat Lamborghini aanbiedt. Voor waarschijnlijk de jongere klanten of de klanten die graag een beetje opvallen. Zoals jullie ook zien, een Urus, de STO dan en nog een gewone Evo staan binnen. Spijtig genoeg kunnen we niet naar binnen, maar ik zal je een kleine tour geven rond deze achter mij. Dank je. De Huracan Evo fluocapsule heeft een V10 motor met 620 pk. Zoals jullie zien is het een zeer speciale matte buitenkleur. De standaard Evo heeft hier ook de I-vorm in de voorgrill zitten. Je hebt ook de Evo rearwheel drive, dus dat is alleen achterwiel aangedreven is. Dit is een vierwiel aangedreven model. En de achterwiel aangedreven hebben hier een soort van andere voorgrill. Deze is ook zeker niet mis, zeer sportief. Met de sensoren in, ook wel een mat zwartere kleur en een kleine pinstripe lijn die over de auto gaat. De mooie I-vorm koplampje. Je zult zien bij Lamborghini komt heel vaak I-vormen of hexagonale vormen voor. Net zoals je hier in de velgen kunt zien. Zeer mooie velgen. Met de Carmen Ceramic Brakes, zoals jullie kunnen zien, met zwarte calibers. Dan de zijkant. Die heeft deze mooie luchtinlaat die naar de motor toe gaat. Een klein kijkje in het interieur. Is vrij basic, gewoon een zwart stiksel. Ook hier een sportieve inlapper voor de motor te koelen. Gaat naar deze mooie V10 motor. Een 5,2 liter V10, natuurlijk aangedreven, geen turbo's of niks. Het is een mooie vinnen voor de motor te laten koelen. Zoals jullie kunnen zien, hier staat het op de V10 motor. De nummers zijn in de bepaalde volgorde van hoe de motor gestart moet worden, hoe de cilinders starten of hoe de spruitstukken beginnen te werken, denk ik. Dan langs achter heeft hij deze mooie pinstripes, ook op de diffuser. Ook hoort ook bij de fluocapsule. Een zeer mooie grill, je kan er daarna doorkijken naar de motor toe. Je ziet hier ook de uitlaten zitten. Een kleine spoiler. Extra downforce voor de kont naar beneden te houden. Zeer mooi. Ja jongens, nu zit er nog maar één ding op. Is dat jullie me massaal gaan volgen. Dat we ook eens naar binnen kunnen. Want die Huracan STO daar in de Verde turbine is ook wel in een zeer speciale configuratie die ik zeker eens wil gaan uitchecken. En anders zullen we maar eens naar Lamborghini in Antwerpen moeten. En daar een kleine uitleg ook over de wagen geven, want ik was er alleen nog gaan shooten voor beeldmateriaal. Dan zou ik jullie heel erg willen bedanken voor weer naar deze mooie video te kijken. Nog veel video's die eraan komen. Zeker een duimpje omhoog als je een Lamborghini fan bent. Als je nog meer Lamborghini video's wilt zien. En tot de volgende keer. Bye!